De zusters Ursuline kwamen in 1849 naar IJsden om daar onderwijs te verzorgen. Ze stichten een meisjesschool en een meisjespensionaat. Het hoofdgebouw is in neerrenaissance stijl in 1899 tot stand gekomen. In de jaren 70 van de vorige eeuw verlieten de Ursuline IJsden. Het raadhuis van de gemeente IJsden was er een tijdje gevestigd van 1984 tot 2013. Thans vinden wij in het Ursuline Convent het Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis. We zijn nu in het Museum van Familiegeschiedenissen en mijn gids is daar, en ik mag tutoyeren, ik mag Leo zeggen, die mij alles zal vertellen over wat hier te zien valt. En achter hem zie ik een heel belangrijke familie voor IJsden al, Dubois en vooral Eugène Dubois. Vertel. Nou, Eugène Dubois is hier geboren en dat is op zichzelf al een wonder natuurlijk, want zijn vader kwam uit België, wat we nu België noemen. Hè. Dus dat was in die tijd nog maar net ontstaan en zijn moeder kwam hier vandaan en zijn vader had een wens als apotheker om zich in België te vestigen. Maar zijn moeder, als trotse Limburgse, die wilde een apotheek in Limburg hebben en dat is dus in IJsden geworden. Dus het is een IJsdense jongen die daaruit voortgekomen is uit dat huwelijk. En dat is inderdaad Eugène Dubois. En die is heel belangrijk geweest. Geef dat even aan. Nou, die is heel belangrijk geworden. Maar tijdens zijn leven misschien nog niet zo als zodanig erkend. Hè? Dat is pas heel recent dat we eigenlijk heel goed beseffen van wat voor belang hij als wetenschapper is geweest. Hij heeft namelijk, als kind raakte hij geïntrigeerd door de evolutietheorie van Charles Darwin. Hij is op de HBS gegaan in Roermond. Er was een treinverbinding hier vandaan naar Roermond en zo kon hij naar de HBS. En hij dacht van dat is prachtig, die evolutietheorie, maar ik wil hem bewijzen. Er is een missing link en ik ben de persoon die hem gaat vinden. En uiteindelijk, en dat is een heel lang verhaal en dat gaan we nu heel kort zeggen, ja, heeft hij de Pithecanthropus erectus gevonden, de Java-mens. De Java-mens, misschien wel een begrip. Als zijn vader dus zijn zin had gehad en hij was in België geworden, was het de Congo-mens misschien geworden. Hè? Maar die ambitie had hij nou eenmaal om die missing link te vinden. Hij dacht dat hij hem gevonden had toen hij uiteindelijk de paar resten van de Pithecanthropus erectus had gevonden. We weten nu dat het een missing link is. De Pithecanthropus erectus leefde ongeveer 600.000 jaar geleden. De eerste mens leefde 4,5 miljoen jaar geleden. Dus het is een missing link. Een missing link in de totale geschiedenis van de evolutie. Ja. Maar hij is wel de eerste persoon geweest die daadwerkelijk op zoek is gegaan naar bewijs om die evolutietheorie te kunnen bewijzen aan de hand van de vormen van de verschijningsvormen van de mens nadat wij geen aap meer waren en naar de huidige mens toe. En dat is al een fantastische visie om te hebben dat je daar op zoek gaat. Maar dat je hem ook nog kan vinden, hè, dat is ook nog niet alleen maar geluk, het is ook een stukje wijsheid. Juist, zo is het. Leo, wat kunnen we hier van hem zien waarvan je zegt, God, dat verwijst goed naar de Java-mens? Als je dat ons even wilt laten zien. Nou ja, dat is helemaal goed. Hè? We hebben de Java-mens hier zelf staan. Dus laten we daar eens naartoe lopen. Hier staat de Pithecanthropus erectus in volle glorie, zoals je ziet. Of in halve volle glorie. Nee, nou, is dat al waar? Kijk, wat Dubois ter beschikking had, dat vinden we hier. Ja. Heel bekend. Het schedelkapje wat hij heeft gevonden. En het dijbeen. En hij heeft nog een kies gevonden van een Pithecanthropus erectus.
Nu heeft hij diverse van dit soort fossielen gevonden. En hij kwam daarmee thuis in Nederland. En toen dacht hij van, ja, als ik dit laat zien, de meeste mensen hebben geen visie. Hè? Hoe zou zo'n mens, man of vrouw, eruit hebben gezien? Dus hij heeft zijn zoon gevraagd om een tijdje bloot te poseren op zolder. En ja, daar kijk je even verbaasd van. Ja. En dat was die zoon eigenlijk ook. Die was er helemaal niet zo blij mee, hebben wij gehoord van de dochter van die zoon weer. Ja. Tot late leeftijd was dat toch wel frustrerend. Want bloot voor je vader staan als tiener is misschien al niet zo super. Dit is overigens, hè, kijk, in die hele rij is de Pithecanthropus erectus ongeveer hier. En als we naar de eerste mensen kijken, dan zie je dat die schedel... Nou, je ziet dat die schedel... Dit is nog niet eens de eerste mens, maar dit zijn wat originele, maar dit zijn kopieën. Kan ik goed vastpakken. Als we het nou over Adam of Eva hebben, dan heb je het over iets wat zo hoog was en met deze schedelinhoud. Dus dat was wel een mens, maar het was niet een mens met de gelijke hersenvermogens zoals wij nu tegenwoordig hebben. En is dat dan dit achter en volgens... Ja, want hier op het laatst, dit is een schedel van een Duitser van 40 jaar geleden. Ja. Dus je mag ervan uitgaan dat dat nog wel een beetje overeenkomt met zoals wij nu geëvalueerd zijn. En die Java-mens, dat was... Die zit ergens tussenin. Kijk, je ziet hier al veel meer dat schedelkapje inkomen. Kijk, we hebben hem hier nog even liggen. Dan kan je wel goed zien hoe het schedelkapje van de Java-mens is geweest. Zie je, dat zit wat groter betreft. Ja... Dat zit er wel ergens tussenin. De schedel ontbreekt natuurlijk, maar je kan wel de grootte inschatten van de hersens. Zo dadelijk ontdekken we dat wij Limburgers opmerkelijke verwantschappen hebben. Op een oude wereldkaart kunnen we zien hoe dat in de geschiedenis zichtbaar wordt. Kom maar mee naar de kaart. Dit is een hele aparte wereldkaart, want hier laten we zien hoe de Homo sapiens, hè, onze verschijningsvorm als mens, de wereld is overgegaan. Nu ben je niet helemaal, ik kijk eens goed naar je, Jacques. Ja. Ik zie toch dat je niet helemaal homo sapiens bent. Godverdikke. Ja, want je hebt ook wat Neandertaler in je. Ja. Ik zie het gewoon, ja. En wees er trots op, hè. We hebben allemaal een paar procent Neandertaler in ons. De Limburger misschien wel iets meer, hè. Want hier woonden ze, die zaten niet op het terp in Friesland. Die zaten hier in het Limburgse landschap. Nou ja, de homo sapiens komt er ook aan in Limburg. Dan heb je het over misschien 40.000 jaar geleden. Hè? Want je ziet hier de mens, de Homo sapiens, is rond 100.000 jaar geleden Afrika definitief uitgegaan, over de wereld gegaan. Ja, dit is dan Afrika, hè? Ja. Dat is Afrika, hier ligt Europa. Ja. Dit is het Midden-Oosten, daar waardoor ze heen zijn getrokken. Kwamen ze al meteen die Neandertalers tegen, hè? Want die Neandertaler, dat DNA, dat treffen we in bijna alle mensen op de wereld, maar vooral buiten Afrika. Ja. Dus de Homo sapiens is hier de Neandertaler al tegengekomen. Heeft zich gevestigd in Europa, in de rest van de wereld, 50.000 jaar geleden in Australië. Nou, niet zo gek veel later is ook in het onherbergzame Noord-Europa de Homo sapiens aangekomen. Dat is dus alweer een hele tijd geleden, maar het duurde wel even voordat het hier echt bevolkt werd. En die bevolkingstromen die kunnen we ook in ons DNA weer terugvinden. En nu is inderdaad opmerkelijk dat de Limburger in het DNA twee keer zoveel band heeft met een bepaalde Europese regio dan andere. Welke Europese regio dan? Andere provincies in Nederland. En dan hebben we het al hier over... Nou ja, kijk, Turkije is Europa. Al is het maar in een heel klein stukje Europa gevestigd. De Limburger is twee keer zoveel Turks als de andere Nederlanders zijn. En dat komt omdat mensen hier in Noord-Turkije en in Ossetië ooit gemigreerd zijn
naar Limburg. En dat is een prachtig iets, want die mensen namen de landbouw mee. Die was in Turkije dus al, die landbouw. Die landbouw is in deze regio ontstaan. Ja. En hier zijn hele vruchtbare lusgronden. Die lopen met twee bogen boven de Alpen door richting Nederland. Die eindigen in Limburg hier. En net over de grens van de Achterhoek en Twente. En je ziet dan ook de landbouwcultuur, maar ook de pottenbakcultuur. Ja. Die zie je naar Nederland komen. En we kunnen dus nog in Oost-Nederland en in Zuid- en Midden-Limburg iets meer DNA daarvan terugvinden dan in de rest van Nederland. Het is toch prachtig om dat te kunnen zien. Nou, is dat alweer wel een hele tijd geleden. Ja, ja, ga je gang. Geleden, daarom zeg ik, die hele tijd geleden brengt me op het feit dat we misschien wat korter bij ons kunnen komen om te laten zien wat jij overal verkondigt. We komen allemaal van Karel de Grote af. Nou, daar gaan we naartoe. Maar niet alvorens ik ook nog zeg dat de Limburgse identiteit misschien nog wel eens geherijkt moet worden. Omdat de Limburg ook enorm heel plezierig veel Fries DNA heeft. En Friesland, dat moet je zien na de val van het Romeinse Rijk als het Noordzeebekken. In Limburg treffen we gewoon heel veel Fries DNA aan. Zelfs meer dan in Friesland zelf. Dus voor de echte Fries moet je in Zuid-Limburg zijn. Toch heel wonderlijk, hè? Prachtig. Dat is wel heel wonderlijk. Zo'n platteland en dan in de heuvelland terechtkomen. We gaan naar Karel de Grote. Kom mee naar Karel de Grote. Dit bijzondere schema, ik weet niet of je dat gezien hebt al. Ja, ja. Dit is een Joodse familie die zich rond 1800 in Eesde heeft gevestigd. Helemaal naar het heden toe uitgewerkt, al het nageslacht. Ja. En alles wat geel is, dat is in de kampen terechtgekomen. Dus dat is toch wel even om stil bij te blijven zijn. In het Karel de Grote paviljoen zien we dat wij bijna allen nazaten zijn van de grote Karel de Grote, die in Aken heeft gewoond. Dan komen we bij een plaat in het Karel de Grote paviljoen, wat wel veel verklaart, denk ik. He, want we horen regelmatig mensen er trots op zijn om van Karel de Grote af te stammen. Nu verklaart dit heel veel, want we hebben een klein schemaatje gemaakt en hierop zie je de huidige wereldbevolking, wat in het geel is weergegeven. En hier dat hele kleine puntje, dat ben je zelf. Ga je terug naar de tijd van Karel de Grote, dan is de wereldbevolking alleen maar dit. Ja. En je voorgeslacht, je hebt 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, zo gaat het door. Dat voorgeslacht wat je in die tijd hebt, dat past hier zelfs helemaal niet op. Dus je hebt zoveel voorouders, terwijl dit maar de wereldbevolking is. Dat is dus alleen maar mogelijk dat je duizenden, zelfs 10.000 keer van dezelfde mensen afstamt. Alle Europese vorsten die nu nog op de troon zitten, die stammen af van stadhouder Willem de IV met Anna van Hannover. Dus Oranje-Nassau, dat is het gemeenschappelijke cement tussen de vorstenhuizen van Europa. Goed, dan ga je mij dat wel even snel duidelijk maken. Zal ik er eens een paar uitzoeken waarvan ik denk, hey, die ken ik. Zeg het maar. Huub Klaassens, zanger uit Ulestraat. Karin Krutse uit Heerlen, beroemde actrice van Nederland. Dieteren, dat was toch met de violist ook, ja. En, ja, die staat er ook bij. Ja, die staat er ook, want die wordt ook genoemd elders hier in het schema. De wielrenner, dan zie ik hier Jean-Philippe Rieu, maar ik zie ook de rest van Rieu allemaal. Ja. Dan de familie Volders, een kunstenaar die heel goed bevriend was met Charles Eyck, zie ik hier staan. En hier zie ik Maurice Nijsten, de filmer, hè, de documentairemaker. Met zijn bekende dochter, Met Fabienne. De bekende Fabienne, die presenteert bij L1.
Gamma, die woont in IJzer. Dat is een beroemde zangpedagoge. Ja, een fantastisch man. Haal ik er toch een hele hoop uit. Ben je er eentje vergeten? Als niet-Limburgse jongen staat hij hier toch tussen. En dat is Karel Doorman. Ach ja, ja, Karel Doorman, de schout bij nacht. Nou, ja, ik val aan, volg mij. Moeder Rieu, die heeft een prachtige foto van Karel Doorman in haar album zitten. En toen vroegen wij van, waarom staat deze man erin? Doorman is een protestantse Hollandse familie. Ja, maar die hebben een katholiek takje. En Karel Doorman is een achterneef van het gezin Rieu. Want ze hebben een gezamenlijke overgrootvader, /bedovergrootvader. Die hadden samen een viswinkel in Maastricht. En dan zit je ook bij de Rieus op het ongeveer het enige Limburgse bloed wat ze hebben. Want verder zijn het met name Hollanders in hun bloed. Het is niet anders, hè? Ja, Alkmaar en Amsterdam. Ja. Maar dit hebben ze dus gemeen met Doorman. En ze komen uit op deze boerenfamilie. Het gezin Brands, Belgens. Op deze Leeuwhof onder Nut zat deze boerenfamilie. Nou, boerenfamilies zijn eigenlijk ideaal om in je voorgeslacht te hebben, wil je van Karel de Grote afstammen. Want die mensen zitten op hun land, generaties lang, zijn dus makkelijker te volgen dan stedelingen. Hoe goed ze het ook doen in de stad, die gaan van de ene plaats naar de andere. Ja. Nou, dat kom je terug hier. En wat is nou zo opmerkelijk met al die boerenfamilies? Ook die stammen af van Jan van der Venne. En om jullie dan nog maar even verder te prikkelen. De Limburger is niet alleen Neandertaler, Turks en Fries. Maar ze zijn ook nog een paar procent Hollands. Want Jan van der Venne is de zoon van gravin Ada van Holland. En Hollandser bestaat het niet. Nou, mooi iets om daarmee even te gaan kijken. Wie nu? Dus Jan, wij kunnen niet meer zeggen over die Hollanders en zo. Dan kan je beter zeggen wij Hollanders. Zeg eens globaal wat we hier zien. Wat we hebben gedaan. Maar we kunnen die niet allemaal nalopen. We gaan ze niet allemaal nalopen. Dat zou ik ook niet weten allemaal, want ik heb ze ooit eens opgezet. Maar dat gaat ook weer je hoofd uit. Maar wat we hebben gedaan, het principe is, we hebben een kwartierstaat gemaakt van Jan en Gewijde. Een kwartierstaat is een overzicht van ouders, grootouders, overgrootouders. En dan zo verder het verleden, zover je kan terug. Alle lijnen. En we hebben al die lijnen weggegooid uit het systeem, die niet van Karel de Grote afstammen. De Ursulinen zijn voor de IJzense bevolking van groot belang geweest. In de neogotische kapel van de zusters uit 1892 zien we glas in loodragen van de firma Nicolaas. En die zijn daar opvallend aanwezig. Nou, ze deden veel werk. Hè. Ze hebben in de moestuin gewerkt, ze hebben de was gedaan. Het waren gewoon mensen die moesten leven. Maar de orde staat voor onderwijs. Het is allemaal begonnen met Angela de Merici, een Italiaanse dame die de meisjes op hetzelfde niveau wilde brengen als jongens. En ze heeft dat onder bescherming van de kerk gaan doen. Hè. Ze is een orde gesticht. Ja. Want de Ursulinen zeggen ook zelf, als ze dat niet had gedaan, dan was ze op de brandstapel geëindigd. Want onderwijs was een gevaarlijk goed, dus de kerk wilde dat graag binnen de eigen gelederen houden. Dus het is een orde geworden en die hebben zich ingezet in het verheffen van de meisjes, hè, van de vrouw. Van de jonge juffrouw. De jonge juffrouw, om het niveau te krijgen van mannen. Maar dat waren toch wel uit de betere families, nou, Leo. Het is specifiek dat ze in 1849 naar IJzer zijn gekomen met het ideaal om arme meisjes die kans te geven. Alleen toen ze zich hier vestigden, en we hebben daar helaas geen plaatjes van, maar we kunnen even gaan naar een eerste periode. Hier ongeveer stond een klein huisje. En daar zaten ze in en uiteindelijk merkten ze dat het binnen net zo hard regende als buiten. Want arme kinderen lesgeven, dat brengt geen geld in het laadje. Hè? Dus ze zijn inderdaad les gaan geven aan de welgestelde meisjes. En toen dat eenmaal liep, want het ging enorm goed eigenlijk, toen zijn ze toch ook
andere meisjes en zelfs ook andere jongens les gaan geven. Dus dat ideaal hebben ze nooit losgelaten om gewoon in het algemeen goed werk te verrichten voor jonge kinderen, hè, met name meisjes. Dit is ons oudste plaatje van het klooster eigenlijk. En dan zie je dat het toch een heel ander verhaal is. Wat nog herkenbaar is, is eigenlijk dit gebouw. Want dit staat er nu nog steeds. Hè. Je kan het terugvinden. Dit is helemaal veranderd. Je kan er langzaam langs lopen en dan zie je de jaren erbij van verandering. Er is eerst een geweldige kapel bijgebouwd. Die kapel is er toegekomen, neogotisch. Hè? Ja, en dan zie je... Hier zie je een paar jaar later hebben ze het hoofdgebouw, want dat was wel een heel klein gebouwtje geworden met een immense kapel, is opgetrokken. Ja. En toen dachten ze, hè, dat oude huis wat je ook op die eerste plaats ziet, ja, dat staat er nu een beetje apart naast. En dat hebben ze opgetrokken tot het niveau van het hoofdgebouw. En dat zie je nu nog steeds in de gevel, zie je deze spooklijn zitten van de oorspronkelijke dakranden van het oude gebouw. En dan hebben we hier nog een aantal plaatjes van hoe het er van binnen uitzag in 1921. Nou, een geweldig complex. Ze zijn weggegaan op een gegeven moment hier. Hoe kwam dat? Geen aanwas meer? De maatschappelijke ontwikkelingen. Ja. Want dit was een fameus onderwijsinstituut. Er waren meisjes uit heel Europa kwamen hier naartoe. Onderwijs was in het Frans namelijk. We hebben nog mooie brieven hier liggen. Die meisjes moesten schrijven naar huis toe. Dat was in het Frans. En dat eindigde soms dan met je liefhebbende Beppie. Dat mocht dan nog net in Nederlands daarna. De Tweede Wereldoorlog heeft voor danige veranderingen gezorgd. Ook in het denkwijze. Hè? Want we waren na de Tweede Wereldoorlog heel erg op Amerika gericht. En daar waren hele andere educatieve normen werden gesteld. Je ging je kinderen niet meer van huis sturen, je hield ze dichtbij. Gezinnen werden kleiner. Er was veel minder aanwas in het religieuze leven. Hè. Het is een echte emancipatiebeweging eigenlijk. En dat is het. En dat is nou precies ook waarom we het zo mooi vinden om deze kamer in het museum te hebben. Want de familiegeschiedenis die duizenden jaren heeft bestaan, is in de laatste 150 jaar danig veranderd. Het is met name de rol van de vrouw die enorm veranderd is in het gezinsleven. En dat is een boeiend fenomeen. En de Ursulinen hebben daar een steentje aan bijgedragen. Leo, wij stoppen hier met ons bezoek aan het Museum van Familiegeschiedenissen. En je einde is zo sterk dat ik denk, nu gaan we afscheid van je nemen. Even goed neergezet hoe de vrouw in de geschiedenis ook hier in IJzer plaats heeft gevonden. Ik dank je voor de prachtige uitleg die je hebt gegeven. Er was nog veel meer te zien, maar dan moeten mensen dan maar hier naartoe komen en een bezoek brengen. Want het is bijna elke dag open, van 11:00. Tot 17:00. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid hier. En ik hoop niet dat het een afscheid is, maar dat het een wederziens wordt. We vertellen hier een verhaal wat denk ik voor heel veel mensen toch interessant is. Als ze beseffen hoe ze zelf een rol daarin spelen. Leo, bedankt. Dank jullie wel. Merci.